Zo. Ik heb een pakketje gekregen. Laten we het openmaken. Een kleine viertaktmotor. Laten we hem eens openmaken. Het is een kit. Ik dacht dat die al in elkaar zou zitten. Ik heb allemaal van dit soort onderdeeltjes. Als één groot Lego bouwpakket. Nou, dan gaan we dat maar in elkaar zetten, denk ik, hè? Ik had niet verwacht dat ik een kit zou krijgen. Ik dacht dat die gewoon in elkaar zat, zoals ik eerder ook al zei. Maar ik heb er nu wel heel veel van geleerd. Het was best wel gewoon gaaf. Ik heb natuurlijk al eerder bewezen dat ik niet heel veel van motoren afwist. En nu weet ik er toch best wel een stuk meer van. Ik dacht dat die 2 cilinders zou hebben voor een viertakt. Dat is niet zo. En ja, er gaat best wel een hoop in. Dus dat is heel gaaf. Maar wat nog gaver is, is om hem te starten natuurlijk. En om hem aan te kunnen gaan sluiten, wil ik hem even op het plankje zetten, zodat hij straks natuurlijk niet over mijn hele werkbank gaat. Ik heb dus nu met die tape over die rondjes gekrast en nu zie je heel mooi hier dat de gaten hier op staan. Simpel trucje om makkelijk die gaten over te nemen. Tankje vastgezet, ik heb de leidingen aangesloten, ik heb er brandstof in gedaan, dus volgens mij kan ik hem gaan starten. En ik vind dat best wel spannend. Die. Er gebeurt nog niks. Oordopjes in en dan gaan we het even beter proberen. Iets werkt er nog niet. De startmotor doet het, dat is duidelijk. Maar hij start niet. Dus hij draait als een malle. Dat hebben we gezien. En vervolgens gebeurt er helemaal niks. Ik vermoed dat het is omdat de gloeiplug niet warm wordt. Of dat het iets anders is. Oké, dit is niet helemaal goed gegaan. Nu heb ik hem aan deze mooie servotester gehangen met deze brushed ESC. Om te kijken of ik hem naar 1,5 volt kon regelen en dat hij dan wel ging gloeien. En dat deed hij, maar niet zo heel lang. Hij gloeide heel even mooi rood en toen was het al klaar. Maar daarvan heb ik wel geleerd dat dus de gloeiplug zelf het deed en dat hij het aan de regelaar niet doet. Wat natuurlijk vreemd is. Dus ik ga een nieuwe regelaar regelen. Ik heb nieuwe gloeipluggen besteld. Die zouden er binnen een week moeten zijn. Dus daar gaan we volgende week mee verder. Maar ondertussen gaan we natuurlijk niet zitten niksen.
Dit hier, dit kleine dingetje, is de gashendel. En dat is origineel bedacht om dat met een servo aan te sturen. Maar ik wil met de hand gas kunnen geven. Dus ik ga vandaag een stoere gashendel maken uit aluminium. Gebaseerd op de gashendel zoals je die in een vliegtuig ziet. Nou heb ik dat al eerder gedaan uit aluminium frezen. En dat was toen best wel moeilijk. En ik heb toen wat onderzoek gedaan, wat mensen gevraagd. En ik had blijkbaar niet helemaal de goede frezen. Dus ik heb nu nieuwe frezen gekocht. Die super scherp zijn. Moet je dit zien, hè? Dat zijn nog eens mooie frezen. En wat ik gedaan heb, ik heb een luchtcompressortje gekocht. Zodat ik constant koude lucht op de frees kan blazen. Zodat ik de spanen wegblaas. En zodat ik de frees een klein beetje koel. Laten we dat gaan installeren. En dan gaan kijken of de frees een beetje werkt. Ik hoop dat het genoeg is. Ik denk het wel. Ik had dit luchtslangetje al een keertje getest met mijn andere compressor. Maar die maakt super veel herrie. Dus dat wordt hem niet. Maar nu kan ik hier zo een beetje de luchttoevoer regelen. Als ik dan de pomp aanzet, heb ik hier mooie koude lucht. Zo, wat een licht. Dat is beter. Om deze frees nog stabieler te krijgen, heb ik hem zo kort mogelijk geslepen. En dat is best een uitdaging met hard metaal, kwam ik achter. Maar goed, we zijn een halve slijpschijf verder en een freesje kort, hè? Deze kan erin. Dit lijkt super goed te werken. Ik heb nog nooit zo snel aluminium gefreesd. Je merkt wel dat hij een beetje kan bewegen op de tape. Dus dat ga ik voor de volgende. Zo. Dat ga ik aan de andere kant ga ik dat straks anders doen. Aan deze kant ga ik hem toch nu gewoon met die schilderstape vastplakken. Dan weet ik in ieder geval zeker dat hij blijft zitten. Dus ik heb nu hier schilderstape op gedaan en ik heb hier schilderstape op gedaan. Ik hoef alleen maar de secondenlijm ertussen te doen en ze even aan te klemmen. En dan zit ze echt muurvast. Dit is wel gewoon echt heel gaaf. Moet je zien. Het lijkt zo alsof het uit het vliegtuig kan komen. Ik moet alleen de randjes nog een beetje zacht maken, want die zijn echt vlijmscherp nu. Nou gaat hier, ga ik het handvat aan vastmaken, die aan twee kanten zo komt. Dus daar ga ik M6 in tappen. En hieronder komt het mechanisme wat gaat zorgen dat hij ook daadwerkelijk de motor aanstuurt. Daar ga ik M4 in tappen. Zo, nu kan ik hier zo een draadeindje in doen. En dan ga ik aan de zijkant hier en hier een handgreepje maken. Dat je echt zo gas kan gaan geven. En dat ga ik op de draaibank doen. Nu ga ik hier een kleine chamfer geven. En moet ik er daar nog schroefdraad in boren. En op die manier kan ik alles in één opspanning maken. Met de tappen draai ik de machine maar even met de hand. Dan gaat het net even wat gecontroleerder. Daar is die. Oké, nou voordat ik de busjes erin ga zetten. Voor het handvat, deze en deze. Ga ik eerst hier nog even het lager in persen. Tenminste, ik hoop dat het een beetje persen is. Dat lijkt een beetje krapjes, maar wat ik wil proberen is om deze heet te stoken en hem er dan in te laten vallen. Anders kan ik altijd nog gaan timmeren, maar als dat niet hoeft, dus laten we dat eens gaan proberen.
muurvast. Super cool. Die motor komt straks natuurlijk op een mooie basis. En het idee is dan dat deze hendel hierin komt. Zo. En dat ik dit onderaan die basis schroef. Waarschijnlijk ga ik daar 9 mm multiplex voor gebruiken. Dus wat je dan ziet is die hendel vanaf hier. En dit wordt allemaal onzichtbaar. Deze pneumatische cilinder die gaat hier zo komen. Zo. Met het idee dat als je deze dus naar voren doet, dat je deze dan uittrekt. Dan ga ik vervolgens, heb ik er nog één. En hier ga ik dan slangetjes tussen doen waar water in zit. Die zo, dus eigenlijk zijn het dan geen pneumatische, maar hydraulische cilinders geworden. En als je dan deze indrukt, gaat die eruit. Om de motor aan te sturen. Gaaf hè? Heel gaaf, hè? En als er dan straks natuurlijk water in deze leidingen zit, dan heb je ook echt nog een beetje die weerstand hier zo, die je nu niet hebt. Dus dat is best wel cool. Dat was het voor deze week. Volgende week heb ik hopelijk de gloeipluggen binnen en kunnen we hem gaan testen en ook deze gaan aansluiten. Tot volgende week.